Helene Hendricks heeft een bepaald type, de knappe, jonge, blonde presentatrice houdt van oudere mannen. Ze heeft haar relatie met de 22 jaar oudere vent lang geheim weten te houden, maar ze komt er niet meer onderuit. Tegenwoordig is ze zelfs eerlijk over haar relatie. Het Juice kanaal Reality FBI maakte vorige week de identiteit van Frans bekend. Het kanaal plaatste daarbij een foto van het stel. In het weekblad Weekend reageert Helene hierop. Wat ik zo grappig vond, is dat die foto zogenaamd recent was. Maar die was van elf jaar geleden, de twee zijn dus al langere tijd samen. Het geeft ook niet dat het nu bekend is, daar doe ik niet moeilijk over, want het was echt geen groot geheim. Echt niet, de presentatrice gaat natuurlijk niet toegeven dat ze zich schaamt voor haar vent. De geruchten gingen namelijk dat mevrouw de relatie geheim hield, omdat ze zich heel erg zou schamen voor het grote leeftijdsverschil. De 65-jarige Frans is wel 22 jaar ouder. Maar goed, op een oude fiets moet je het leren. Er zijn natuurlijk wel meer vrouwen die vallen op een wat oudere, succesvolle mannen. Zulke types heb je er nu eenmaal tussen zitten. Helene zegt dat het leeftijdsverschil helemaal geen probleem is. Nee, want dan was ik al van hem afgegaan, toch? vraagt ze. Als je iemand thuis hebt die niet in de schijnwerpers wil, moet je dat respecteren. Vandaar dat ik er nooit iets over zeg en er nooit iets over plaats op Instagram. Social media is natuurlijk niet helemaal van de generatie van Frans. Frans is in ieder geval niet van de oude stempel, hij woont namelijk bij Helene thuis. Ze wonen samen in Bavel, vlakbij Breda. Helene kocht de villa in 2021 in haar eentje voor 1.425.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 1.260.000 euro. Melde bekende buren eerder. Frans is geen mede-eigenaar voor die het weet staat die met de koffers onder de arm op straat.